en Passendalen. Mogen wij u vragen uw mobiele telefoons uit te schakelen? Wij verwelkomen nu graag de heer Paul Breinen, commissaris-generaal van de herdenking van Wereldoorlog 1, die in deze hoedanigheid de Belgische federale regering vertegenwoordigt. Geachte genodigden, dames en heren. Vandaag is het precies 100 jaar geleden dat het eindoffensief in Vlaanderen van start ging. Precies een eeuw later zijn we hier om een van de belangrijkste gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog op een passende manier te gedenken. Als burgemeester van Zonnebeke wil ik jullie allen dan ook van harte welkom heten en jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. Op 28 september 1918 werd het eindoffensief in Vlaanderen ingezet, dat uiteindelijk een einde zou maken aan de Eerste Wereldoorlog. Op die dag vallen de Belgen, onder bevel van koning Albert I, samen met de Britten en de Fransen, de Duitsers aan, op de heuvelrug bij Ypres. Over de hele lijn konden de Belgen op 28 september 1918 door verschillende Duitse stellingen dringen. Het bos van Houthuist was grotendeels veroverd en de Blankaart was omsingeld en ingenomen. Tegen de middag viel Zonnebeke in handen van het 17e Belgisch Linieregiment. Ondanks enige tegenstand konden de Belgische carabiniers en grenadiers Passendalen innemen. Na de aanvallen op 28 september 1918 verloopt het offensief verder in de richting van Moorslede. Amerikaanse divisies vervoegen de aanval bij Waregem en rukken op richting de Schelde. De kanonnen zwijgen uiteindelijk op 11 november 1918, wapenstilstand. Na 4 jaar intense strijd komt zo een einde aan een allesvernietende oorlog. In totaal sneuvelden zo'n 25.000 Belgische burgers en 44.000 Belgische militairen, waarvan ongeveer 1250 op 28 september 1918. Het blijft moeilijk om zich voor te stellen dat deze streek 100 jaar terug herschapen was in een troosteloze omgeving, die bol stond van destructie en oorlogsleed. Wie vandaag in de regio rondwaalt, zou zich haast verkijken op de rustige en serene omgeving. De talrijke monumenten, sporen, relicten, littekens in het landschap zijn samen met de duizenden graven echter onuitwisbare getuigen van deze vreselijke oorlog. Het is dan ook belangrijk dat de aandacht voor de herdenking van deze Eerste Wereldoorlog blijvend hoog op de agenda wordt geplaatst. Zeker we nu het einde van de herdenkingen naderen, blijft het belangrijk om de talrijke bezoekers het verhaal van de Eerste Wereldoorlog te brengen. Wie vandaag over oorlog en vrede wil spreken, moet de band met het oorlogsverleden bewaren.
Het is belangrijk om het verleden levend te houden. Om te beseffen hoe waardevol het streven naar vrede is. Wereldoorlog 1 biedt actuele kapstokken om de kritische zin van jongeren aan te wakkeren en om onverschilligheid tegen te gaan. Net daarom is het des te belangrijker om aan onze jonge bezoekers die boodschap mee te geven. We willen de scholen die hun schouders vol enthousiasme onder het project zetten, dan ook oprecht bedanken en hopen dat zij de fakkel overnemen om te blijven herdenken. Dank u wel. Augustus 1914. Het Duitse leger valt ons land binnen. Het Belgische leger van zo'n 120.000 manschappen is hier niet op voorbereid. De soldaten zijn vaak onvoldoende opgeleid en hebben geen goede bewapening of materiaal. Maar toch slaagt het leger erin om de Duitse aanval op te houden rond de fortegordels van Luik en Namen. Daarna moeten ze zich terugtrekken en vestigen zich langs de Gete en Antwerpen. Dat werd beschouwd als het nationaal bolwerk. Begin oktober 1914 trekt het Belgisch leger zich opnieuw terug en stelt zich op achter de IJzer, waarbij ze het laatste stukje onbezet België willen beschermen. De onderwaterzetting van de IJzervlakte brengt het Duitse leger uiteindelijk tot stilstand. En aan beide zijden van de frontlijn beginnen de troepen zich in te graven en begint een 4 jaar lang durende loopgravenoorlog. De relatieve kalmte op het Belgische front laat het leger toe zich te herstellen, te verbeteren en de troepensterkte uit te breiden. Koning Albert I laat echter niet toe dat zijn troepen worden ingezet bij grootschalige offensieven. Maar dat betekent niet dat het Belgisch leger niet betrokken was bij gevechten, onder meer bij Steenstraten in 1915 en Merkem. In 1918 leidt het Belgische leger zware verliezen. In het voorjaar van 1918 zitten de troepen aan weerszijden van het front nog steeds vast in een uitzichtloze stellingenoorlog. Nadat het Duitse lenteoffensief in april 1918 vastloopt, beseffen de geallieerden dat ze aan zet zijn. Om België te bevrijden wordt legergroep Vlaanderen opgericht, een internationale troepenmacht onder het formele opperbevel van onze koning. Met behulp van de Amerikaanse troepen komt de oorlog opnieuw in beweging. Voor het eindoffensief wordt zo goed als het volledige Belgische leger in gereedheid gebracht. Op 27 september richt koning Albert zich in een officiële boodschap tot de troepen. Soldaten, je zult weldra een machtige stormloop tegen de vijandelijke stellingen ondernemen. Het is uw taak aan de zijde van de heldhaftige Britse en Franse kameraden, de overweldiger die uw broers sinds meer dan 4 jaar verdrukt, terug te drijven. Het ogenblik is van een beslissende betekenis. Overal trekt de Duitser zich terug. Soldaten, toon u waardig van de heilige zaak van onze onafhankelijkheid. Waardig van onze tradities en ons ras. Vooruit voor het recht, voor de vrijheid en voor het roemvol en onsterfelijk België. Eind 1914. Voor de 4003 inwoners van Passendale verandert het leven voorgoed. Veel mannen nemen afscheid van hun familie en trekken naar het front. Op dinsdag 20 oktober krijgt de bevolking de raad om hun huizen zo snel mogelijk te verlaten omwille van het nakende oorlogsgeweld. De mooiste kledij blijft in de kastgangen, de kostbare bezittingen in de grond verborgen.
niet vermoedend dat hun aanwezigheid van lange duur zou zijn. Tussen 11 en 12 uur wordt Passendale die dag zwaar bestookt met autobussen. Een klein deel van de bevolking dat geweigerd had hun huizen te verlaten, zoekt dekking in kelders, putten en grachten. Er volgen een aantal pijnlijke confrontaties waarbij meerdere inwoners, ouderen en kinderen worden gedood. Van 1915 tot 1917 ligt Passendale meer dan 7 kilometer achter het front, ver buiten het bereik van de zware beschietingen. Een groot deel van de huizen is dan nog bewoonbaar en de Duitsers nemen er geen intrek. In 1917 wordt het dorp tijdens de derde slag bij Ieper, de slag bij Passendale, compleet vernield. Tussen 31 juli en 10 november vallen aan weerszijden ongeveer 600.000 slachtoffers voor een terreinverschuiving van slechts 8 kilometer. Het offensief loopt vast in Passendale, dat wordt ingenomen door de Canadezen. Het dorp wordt bekend als Passchendaele, of het dal van het lijden. De Canadese bezetting is echter van korte duur. In het voorjaar van 1918 nemen de Duitsers Passendale opnieuw in. Passendale kent zware verliezen in Wereldoorlog 1. Niet alleen wordt het dorp in 1917 van de kaart geveegd,
Ook de menselijke tol is groot. 152 passende handelaars, waarvan 87 burgers en 65 militairen, verliezen het leven. Begin 1919 komt de familie Ledoux als eerste terug. In 1920 tent het dorp al meer dan 150 personen. 100 jaar later zijn er dan meer dan 3000 burgers. Twaalf historische militaire emblemen, die allen de eervolle vermelding Wout van Houthulst of Passendale dragen, worden nu vanuit drie verschillende richtingen in plaats gesteld. Vanaf uw linkerzijde het vaandel van het 24e linieregiment met als eervolle vermeldingen Halen, Antwerpen, IJzer, Wout van Houthulst. Het vaandel van het bataljon Carabiniers Prins Boudewijn Grenadiers met als eervolle vermelding Antwerpen, IJzer, Ter Vaten, Steenstraten, Passendale, West-Rozebeke, Rumbeke, Slag van België 1940. Vanuit het midden het vaandel van het 23e linieregiment met als eervolle vermeldingen Antwerpen, IJzer, Steenstraten, Wout van Houthulst. Het standaard van het 7e artillerieregiment met als eervolle vermeldingen Antwerpen, IJzer, Wout van Houthulst, De Leie 1940. Van uw rechterzijde het vaandel van het 2e grenadiersregiment met als eervolle vermeldingen Antwerpen, IJzer, Steenstraten, Passendale, Albert Kanaal Kannen. De standaard van het 18e artillerieregiment met als eervolle vermeldingen Passendale, Rumbeke. Vanaf uw linkerzijde het vaandel van het 4e carabiniersregiment met als eervolle vermeldingen Antwerpen, IJzer, Ter Vaten, Steenstraten en Passendale. De standaard van het 12e artillerieregiment met als eervolle vermeldingen Antwerpen, IJzer, Passendale, Rumbeke. Vanuit het midden het vaandel van het 1e grenadierregiment met als eervolle vermeldingen Antwerpen, IJzer, Ter Vaten, Steenstraten, Passendale. De vlag van het 12e geniebataljon met als eervolle vermeldingen Antwerpen, IJzer, Passendale, Rumbeke. Vanaf uw rechterzijde het vaandel van het 4e linieregiment met als eervolle vermeldingen Halen, Antwerpen, IJzer, Wout van Houthulst. De vlag van het 7e geniebataljon met als eervolle vermeldingen Antwerpen, IJzer, Wout van Houthulst. Het is zeer uitzonderlijk en wellicht voor de eerste keer dat deze 12 emblemen samengebracht worden op één plechtigheid. Dit onderstreept het unieke karakter van deze dubbele plechtigheid en is een gepast eerbetoon aan de dappere inzet van de soldaten van deze eenheden in het eindoffensief 1918, dat uiteindelijk anderhalve maand later een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog.
gaan nu over tot de officiële inplaatsstelling van de emblemen. Mogen wij u vragen recht te staan voor dit eerbetoon aan deze emblemen. Gelieve terug te zitten. Voor u staan van rechts naar links volgende detachementen van Defensie opgesteld. De Koninklijke Muziekkapel van de Marine, onder leiding van oppermeester-chef-kapelmeester Bjorn Verschoren. Een eredetachement van het regiment Carabiniers Prins Boudewijn Grenadiers uit Leopoldsburg, onder bevel van korpscommandant luitenant-kolonel stafbrevethouder Rudy Rijkenbosch, dat een detachement van 12 emblemen omkadert, die allen ofwel de eervolle vermelding Bos van Houthulst ofwel de eervolle vermelding Passendale dragen. Leander de Pape wordt geboren op 3 februari 1894 in Passendale. Zijn 51-jarige vader, Jean-Baptiste de Pape, was voordien al 2 weduwnaar geworden. Voor zijn 3e huwelijk verhuisde hij van Eyne bij Oudenaren naar Passendale. De moeder van Leander, Maria Theresa de Koning, is geboren en getogen in Passendale. Het gezin de Pape telt 5 kinderen, 2 zonen en 3 dochters. In 1914 wordt Leander 20 jaar. Hij wordt hierdoor opgeroepen als dienstplichtige en ingelijfd bij het Belgisch leger. Nog net voor de Eerste Wereldoorlog aanvangt, neemt Leander afscheid van zijn ouders en geboortedorp en vangt zijn militaire opleiding aan. Door zijn uitmuntend gedrag en heldhaftigheid valt Leander snel op. Mede hierdoor wordt hij in januari 1915 bevorderd tot sergeant. In datzelfde jaar neemt hij op 2 september deel aan een raid op een Duitse voorpost bij Kaaskerke, waarbij 9 Duitse soldaten gevangen worden. Leander en zijn medesoldaten krijgen een onderscheiding voor hun actie. Leander wordt bevorderd tot eerste sergeant en ontvangt wat later het Oorlogskruis, een medaille voor daden en heldenmoed. Eind december 1916 wordt Leander ingedeeld bij het 2e regiment Grenadiers. Kort na deze overplaatsing wordt hij voor de laatste keer gepromoveerd tot eerste sergeant-majoor. Opnieuw laat Leander zijn helden als uitmuntend militair. In het voorjaar van 1918 neemt hij opnieuw deel aan een gevaarlijke opdracht en krijgt een eervolle melding in het dagorde van het leger. In september 1918 wordt Leander met zijn eenheid overgeplaatst naar deze regio. Vanuit de eigen linie ziet Leander na 4 oorlog voeren opnieuw een glimp van zijn geboortedorp. Het aanzicht is echter niet wat het ooit geweest was.
Camille Maschelijn, een soldaat uit Beeselaren die in oktober 1914 ook voor het eerst zijn verwoeste geboortedorp terugschiet, beschrijft het uitzicht als volgt. Ik blijf een ogenblik staan rondkijken op die heel vertrouwde omgeving die nu een onbeschrijfelijke verdestruatie geworden is. Van al de bekende hofsteden, huizen, bomen, hagen en tronken, hoekskens, kanten en weehokkens, geen spoor meer. Het is er al lijk weggetoverd en de grond van aanschijn veranderd. Niets meer dan eenlijke buspitten, de een nevens de andere vol met stinkend vuil bruin zop, doorweven van hopen stekkerdraad, overgroeid van distels, netels en wilde hoekerplanten. Exact 100 jaar geleden valt Leander op de eerste dag van het eindoffensief zijn geboortedorp Passendale aan. Ondanks de hevige man tegen man vechten met bajonet, boeken de twee grenadiers langs maar zeker terreinwinst. Tijdens de zware gevechten vindt Leander de pape de dood. Na 4 jaar oorlog voeren sterft hij op 29 september 1918 in het dorp waar hij opgroeide. Leander de Pape rust in de militaire grafkelder op de begraafplaats van Passendale, hier net achter ons. Laten we hem en vele andere slachtoffers gedenken. Thank you.
Vandaag herdenken we niet alleen de Carabinierse Grenadierse legergroep, Vlaanderen en burgers van Passendale. We staan ook stijl bij de vele Duitse soldaten. Tijdens het eindoffensief verloren ongeveer 11.000 Duitse soldaten het leven. Zo'n 600 daarvan sneuvelden exact 100 jaar geleden. Hans Bogner wordt op 20 februari 1899 in Mantel in Noord-Beieren geboren. Op 18-jarige leeftijd wordt hij opgeroepen om dienst te nemen. Op 16 augustus 1918 trekt hij met zijn eenheid naar Vlaanderen, waar hij kort voor de start van het eindoffensief wordt bevorderd tot gefreiter. Dit is hetzelfde als huidige Belgische graad eerste soldaat. Op 28 september 1918 wordt er zwaar gevochten in het Polygonenbos de Zonnebeke. De 19-jarige Bogner bestookt er met zijn machinegeweer de oprukkende geallieerde troepen en wordt nadien als vermist bij Zonnebeke opgegeven. Diezelfde dag wordt ook de 19-jarige Georg Krieger gevangen genomen. Krieger diende in dezelfde eenheid als Bogner. Door de getuigenis van Krieger dat Hans Bogner op 28 september door een granaatontploffing sneuvelde, verklaart de Duitse militaire overheid Bogner pas op 24 oktober 1919 als officieel gesneuveld. Hans Bogner is de enige Duitser die op Commonwealth begraafplaats Polyenwood Cemetery zijn laatste rustplaats heeft. Een dag later, op 29 september 1918, worden Duitse versterkingen vanuit de Ruiten naar Passendale gestuurd met als doel het dorp te heroveren. Een Duitse getuigenis beschrijft de situatie als volgt. We wachten en kijken naar een vreselijke woestijn van terrein. Voor ons staat de weg roodrecht. Naar beneden in een brede holte en klimt naar bloedige hoogte van Passendale. De machtige populieren van Welweer zijn omgedaagd om de vijandelijke artillerie het glorieuze doelwit van dit landschap te ontnemen. Hier is alle Vlaamse veldslagen het brandpunt van gevechten geweest, want hier passeert de kortste route naar Ypres. Enkele verschillende boomstammen staan nog verlaten in het terechtveld. Een boom trekt twee takstompen uit, zoals de balken van een gebogen kruis. Een visioen van dood in eindeloze dorre woestijn. De lucht ziet zwart van de dreigende grijs-witte wolken. Op langgerekte hoogte van Passendale, de doodskist van Vlaanderen. De Duitsers stelt zich op langs de straat Passendale Moorsleden en nemen van daaruit de aanvallende Belgen en Britten onder vuur. Uiteindelijk moeten ze zich terugtrekken omdat ze dreigen ingesloten te worden. Eén voor één kruipen ze terug in hun oude kapotgeschoten stelling, maar ook die moeten ze gauw verlaten. Dus ik stapte de loopgraaf en rende in de regen, de helling af. De laatste vier kameraden renden achter me mee. De hoogte van Passendale was voorgoed verloren gegaan. De kleindochter van de eerste burgemeester van Houthoost zal nu het lied Jatondré voor ons brengen. Jatondré.
hier als vluchteling, ter nagedachtenis van mijn overgrootouders. Dit verhaal is gebaseerd op wat mijn grootmoeder zich herinnerde. Zij praatte er heel zelden over, alsof ze niet wilde herinnerd worden aan die slechte tijd. Frederik Versavel en Emily Ameel huwden in 1894 en kregen 4 kinderen. Allen geboren en getogen hier in Pasendalen. De Eerste Wereldoorlog heeft het leven van het eenvoudige landwerkersgezin voorgoed verstoord. Bij het uitbreken van de oorlog werd zijn oudste zoon, Emil, 23 jaar, opgeroepen voor het Belgisch leger. Hij heeft de oorlog overleefd en werd aan het IJzerfront een paar keer onderscheiden. Later werd hij rijkswachter in Brussel en Deinzen. De oudste dochter, Marie, 17 jaar, werkte als dienstmeid bij de Pasendaalse brouwersfamilie Bayard. Zij is met hen meegereisd naar Engeland. Daar diende zij na een tijdje in haar eigen onderhoud te voorzien en is toen in een munitiefabriek gaan werken. Na de oorlog werd zij meid bij pastoor Van de Wegen in Bekschoten en Aalverdingen. Op 20 oktober 1914 dienden Frederik en Emily met de 2 jongste kinderen van 11 en 6 jaar oud Pasendalen te verlaten voor het oprukkende Duitse leger. In allerlei heil werden wat kleren en voedsel vergaard. Tussen de kleren in haar pakje stak Emily een kadertje met haar kleine trouwfoto. Te voet sloegen zij op de vlucht voor het naderende geweld, richting Ypres. Emily was licht gehandicapt. Ze had een klompvoetje. Ze vorderden dan ook langzaam. Ze mochten Ypres niet meer binnen en namen de weg naar Poperingen. Even buiten Ypres zijn ze in een beschieting terechtgekomen. Frederik werd geraakt door een bomscherf in de buik. Hij kon niet meer verder. Laat mij maar hier, zei hij. Ga verder naar Poperingen. Ik kom wel achter. Ze zijn verder gegaan. Waar en wanneer Frederik precies overleden is, is niet geweten. Emily heeft haar 55-jarige man nooit meer teruggezien. De kinderen, ook Michel en Andrea, mijn grootmoeder, moesten voortaan zonder vader door het leven. Uiteindelijk is Emily met haar kinderen in een vluchtelingenkamp in Reninghals terechtgekomen. Eerst in een tent, later in een barak, heeft zij daar een paar harde winters doorstaan. Met naai- en verstelwerk voor de Britse soldaten probeerde Emily de kost te verdienen. Het werk in de wasserij kon ze niet aan, door haar handicap kon ze niet zo lang blijven rechtstaan. Geld om een pasfoto te laten maken, om op haar verblijfsvergunning te kleven, had ze niet. Dus verknipte ze dan maar het kleine huwelijksportret dat ze zo koesterde. Na een tijdje werden ook de kinderen van hun moeder gescheiden. Michel en Andrea werden in een schoolkolonie in Normandië geplaatst. Jongens en meisjes apart. Nu en dan mochten zij elkaar een uur of 2 zien, op zondagnamiddag, onder toezicht van de kloosterzusters. De oorlog woedde verder. Pasendalen werd totaal verwoest. Van het ouderlijk huis bleef niets meer over. Toen Reninghaast in 1918 ontruimd werd, kwam ook Emily in Frankrijk terecht, op een grote herenboerderij. Daar hielp zij in de keuken en leefde weer wat op. Pas in 1923 kreeg zij de toelating om naar Pasendalen terug te keren en in een barakje van het Koninklijk Albert Fonds te gaan wonen. De oudste zoons, Michel en Emile, hadden daarvoor gezorgd met het geld dat ze hadden en konden lenen. Het enige wat nu nog herinnert aan Frederik Versavel is zijn naam hier op het
oorlogsmonument van Passendaal. Zijn lichaam werd nooit teruggevonden. Op het kleine fotootje op de oude verblijfsvergunning van zijn vrouw is nog een stukje te zien van zijn mouw. We gaan nu over tot de bloemenhulde. De Belgische federale regering, vertegenwoordigd door de heer Paul Brenne, commissaris-generaal voor de herdenking van Wereldoorlog 1, zal nu bloemen neerleggen. Daarna wordt de last post gespeeld, gevolgd door een minuut stilte. Gelieve recht te staan voor dit eerbetoon.
mag terugzitten. Terwijl we luisteren naar de Koninklijke Muziekkapel van de Marine, worden bloemen neergelegd door His Excellency Gregory Andrews, New Zealand Ambassador to Belgium. Minister-president van de Vlaamse regering Geert Bourgeois, vertegenwoordigd door de heer Pierre Ruyffelaere. Korpsadjudant Patrick Jansen, bataljon Carabiniers Prins Boudewijn Grenadiers en luitenant-kolonel Christophe Onraad, militair commandant provincie West-Vlaanderen. Generaal Mark de Meijer, Koninklijke Vriendenkring van Officieren Carabiniers Grenadier en adjudant-majoor buitendienst Jean-Pierre Broeke, voorzitter Koninklijke Verbroedering der Grenadiers. De heer Remis Benny, vriendenkring Carabiniers Grenadiers, afdeling West-Vlaanderen. En de heer Johan de Jonge, secretaris van het genootschap Passchendaele Society, 1917.
Meneer Dirk Sioen, burgemeester van Zonnebeke, zal nu de laatste krans neerleggen. Nog iemand een krans wenst neer te leggen, is hier na de plechtigheid nog gelegenheid toe. Mag ik u vragen om recht te staan voor de nationale hymne? Terug gaan zitten. Dat de dood mij niet zal treffen in het gevecht.
stort dan geen tranen om uw zoon. Kleed u dan in geen rouwgewaad. Doch zegt zijn dood was veel te schoon. Dag vader, moeder, Jantje, Mietje. Laat mij niet lang op antwoord wachten. Steek in mijn brief. De plaats waar we nu allen staan was 100 jaar geleden herschapen in puin. Die puinhoop van stenen en menselijk leed mag onze kinderen nooit overkomen. We vinden het als school heel belangrijk om al onze leerlingen eraan te herinneren hoe belangrijk vrede wel is. De voorbije jaren werkten we reeds verschillende projecten uit over Wereldoorlog 1. De leerlingen organiseerden een theaterwandeling, kregen toneelvoorstellingen op school en heel wat leeruitstappen stonden in het teken van Wereldoorlog 1. Wereldoorlog 1 blijft hoe dan ook in het geheugen gegrift van onze jongeren. Wij hebben als school de taak om dit niet te laten liggen. Onze medewerking houdt in dat we die herinnering levend willen houden en daarom hebben we per leerjaar kunstwerken gemaakt. De kunstwerken zijn niet alleen een boodschap van blijven herdenken, maar ook een boodschap van vrede. Na deze avond bevat de tijdscapsule Kunst uit 2018 die de bevrijding en vrede van 1918 herdenkt. Beste leerlingen, de eer is aan jullie om jullie werk voor te stellen. Dit is Jille en zij is 5 jaar en zij hebben een schilderijtje rond vrede gemaakt.
is de leraar en ik heb een vredesbloem gemaakt. Hallo, ik ben Ines Malensek en ik zit in een tweede leraar en wij hebben een vredesduif gemaakt. Hallo, ik ben Elias Verheken en samen met de klas hebben wij een collage gemaakt. Hallo, ik ben Amber. Ik zit in het vierde leerjaar en wij hebben een tekening en poppies gemaakt. Hallo, ik ben Lore van de Straat. Ik zit in het vijfde leerjaar en wij hebben vredestekeningen gemaakt. Hallo, ik ben Veronica Black. Ik zit in het zesde leerjaar en wij hebben foto's gemaakt met vredestekens, ja, en vormen. Straks.
Dames en heren, beste genodigden, geacht publiek. Dit brengt ons tot het einde van deze plechtigheid. Bedankt voor uw aanwezigheid.